Dag lieve mensen, een hele goede middag. Welkom op deze 20 minuten stretching workout. Stretching is misschien wel belangrijker als een gewone workout. Dus we merken dat we toch al met de tijd wat strammer en wat stroever en dergelijke zijn aan het worden. Dus stretching is heel belangrijk. Het is misschien niet het leukste om te doen, maar probeer het zeker te implementeren in uw weekroutine. Als je twee blokjes hebt, nu ik ben van nature niet zo lenig, dus ik heb twee blokjes, dan zit ik iets makkelijker, is mijn rug ook iets rechter. Als je die hebt, moet je die zeker gebruiken. Maar als je van nature lenig bent, hoef je dat niet te gebruiken. Nu, we gaan rustig beginnen met rustig de nek een beetje rond te draaien. Links en rechts. Heel belangrijk, je gaat dat wel merken tijdens de stretching, dat je heel goed je ademhaling onder controle moet houden. Die zeker goed gebruiken. Voilà, heel goed. Je plaatst even je linkerarm plat op de grond. En met je rechterarm gaat je over je hoofd. Probeer goed te ademen. Voel mooi die rek hier aan de zijkanten. Even wisselen. Heel goed, even de schouders een beetje losdraaien. We beginnen gewoon heel rustig. Goed in- en uitademen. En dan even de borst op wat stretchen. Dus je weeft die handen in elkaar van achter. En je trekt even, trek je schouderbladen naar achter. En je armen trekken van je rug weg. Even op handen en knieën. De onderrug een beetje losmaken. Die gaan even aan de kanten. Even catco, dus hol en hol. En ademen, uitademen. En ademen. Even draaien. Draai maar even met je hoofd. Je voelt dat die goed los is. Dan gaat hij even op je borst liggen. Je arm in een hoek van 90 graden ter hoogte van je schouders. En dan gaat je met je, als je linkerarm plat is, dan gaat je met je rechtervoet even draaien. En dan voelt je direct die schouder- en borstspier. Probeer vooral te ontspannen ook hier. Ontspan je voorhoofd, niet zo, maar rustig ontspannen. Dit kun je ook doen als je een rustdag hebt, dat je bijvoorbeeld zegt van oké, ik ga niks doen. Kijk vooral niet hoe lenig ik ben echt niet een van de lenigste, maar het is toch belangrijk dat we dit gaan doen. Oké, heel goed. Oké, volgende oefening. Nou goed dat ik mijn lijstje bij heb. Downward facing dog. Upward facing dog. Dus wat gaat je eigenlijk doen? Je handen zijn net onder je schouders. Je tenen flexen naar je toe. En je gaat je poep zo hoog mogelijk brengen.
Als je je benen kunt strekken, mogen die strekken. Maar zorg dat je rug mooi recht, de schouderbladen mooi van je oren weg. En als je wilt, mogen even links en rechts doen. Hier zit je pas hoe stijf ik ben. Blijf even in deze positie. Goed ademen. Even naar voren, even houden. Even zakken. Nu gaan we even inademen. Uitademen, juist dezelfde positie. Inademen. En uitademen. Gaan we nog een keer inademen. Goed trekken. Uitademen. Zorg dat die positie er goed is. Inademen. Goed, plankpositie. Duw met die middelste vingers in de grond en even los. Inademen. Uitademen. Inademen. Uitademen. In. Uit. In. Uit. Nog een keer. In. Uit. In. Uit. In. Uit. In. Uit. In. Uit. In. En uit. Oké. Even los. Even die arm een beetje losmaken. Oké, heel goed. Even mooi in een squat houding. Duw die elleboog een klein beetje naar buiten. Het is niet erg als je hielen van de grond komen. Met de tijd raakt die wel helemaal plat op de vloer. Duw die elleboog een beetje, je knie een beetje naar buiten. Eventueel mag je naar buiten draaien. Andere hoek. Nog een keer. Het kan zijn dat het een beetje knapt, maar dan moet zeggen dat het los aan het komen is. Oké, heel goed. Nog een keer goed duwen. Oké, even de benen strekken. Voeten een beetje uit elkaar. Even vooroverleunen. Inademen en even. Maak je zo zwaar mogelijk. Neem je ellebogen vast. En blijf rustig ademen. Even zwiegelen. Even naar links. Even houden. Even naar rechts. Terug even vastpakken. Mag je ook zwaar, mag je heel zwaar. Blijf ademen. En kom rustig terug naar boven. Even links, rechts. Oké, heel goed. Oké, volgende oefening. Rechtervoet gaat naar voren. Of duw je linkervoet, dat spiegelbeeld dan. Gaat naar voren. Duw mooi die heupen naar voren. Duw die mooi naar voren. Als je wilt, mag die achterste voet van de grond komen. Blijf even in deze positie. Geef je handen in elkaar. Maak je mooi lang. Plaats je linkerhand in je zij. En ga naar links. Terug lang maken. Blijf ademen. Blijf ademen in deze positie. Oké, nu plaats je handen langs de zijkant. Duw weer je heupen goed naar voren.
En draai even naar buiten. En blijf even in deze positie. Oké. Even zakken. Je voorste been. Trek die even. Dus je voet trek je naar je toe. Achterste been is gestrekt. En dan gaat je mooi even vooroverleunen. Heel goed. Nu voorste voet, hoek van 90 graden. Achterste been ook mooi in een hoek van 90 graden. En dan gaat je weer even doorzakken. Hoor, ik overdrijf een beetje met mijn ademhaling. Het is heel belangrijk dat je die ook gaat gebruiken. Leert gebruiken. Dit moet je zien als een ontspanning. Stretching is een ontspanning. Ga terug in dezelfde positie. Wat gaat je doen? Je gaat je achterste voet vastpakken. Dat is niet makkelijk. Vooral als je een beetje stijf zit van je eigen. Je pakt die vast. En je duwt weer even je heupen naar voren, je schouder naar achter. Houd deze positie eventjes vast. Rustel even van been. Andere voet gaat naar voren. Duwen weer mooi die bekken naar voren. En je knie gaat weer een klein beetje van de grond als je dit kunt. Als je dit niet kunt, geen probleem. Helemaal niet erg. Doe beide armen weer mooi omhoog. Doe je rechterhanden nu zij. En ga weer even naar rechts. Blijf mooi ademen. Plaats je handen weer langs de binnenkant van je voet. En de hand van de kosten bij je voeten, die draait je even rustig naar buiten. En blijf even kijken. Oké, heel goed. Je voorste voet gaat weer plat. Bij die been. Buig die. Trek die naar je. Naar je toe, naar je lichaam toe. Achterste been is mooi gestrekt. Ga je even aan de kant laten zien. En dan ga je mooi even voorover leunen. Dan voel je hier een mooie rek. In die bilspieren, in de peers. Oké, heel goed. Voorste. Been gaat een hoek van 90 graden. Achterste been gaat een hoek van 90 graden. Verplaats je handen naar voren. Je hebt mooi weer vooroverbuigen. Je merkt dat één kant beter gaat dan de andere kant. In mijn geval toch. Deze kant gaat bij mij iets minder goed. Blijf ook weer vooral goed ademen. Altijd zo'n 15-tal tot 20 seconden, maar ook iets meer zijn. De balans zit gewoon spannend, voel die rek. Ga niet te diep, maar geen pijn doen. Je mag wel spanning voelen, maar geen pijn. Oké, heel goed. Terug dezelfde been, gaat naar voren. Doe die heup weer naar voren. Zorg dat je voet niet te ver is. Dus laat ze een beetje korter. Het goed wat in enkel mobiliteit zijn aan het werken. Vooral bij veel vrouwen die verkort door veel hakken te dragen. En je mag die ook. Even vastpakken. Goed ademen. Ah, dat is goed, een stretchroutine doen. Zodanig ga ik ook al de workout maken voor straks. Oké, heel goed. We gaan even doen. We gaan even op onze rug liggen. Benen zijn gebogen, je handen zijn ter hoogte van je schouders. We gaan even naar links draaien en kijken naar de andere kant. En naar rechts. Inademen. Uitademen.
Inademen. Uitademen. Inademen. Dus ik kom naar binnen en uitademen. Ik draai naar buiten. Inademen. Uitademen. Inademen. Uitademen. En strek uw bovenste benen. Even. Aangestrekt. Oké, heel goed. Kom even naar het midden. Trek je voeten even tegen elkaar. En neem je voeten vast en duw even met je ellebogen in je onder je knieën, duw even mooi. Kan geen kwaad. Onze lichaam is dat gewoon, die draai, onze heupen dragen ons de hele dag. Even los. Een keer. Oké, heel goed. We zijn bijna klaar. Je doet die rechtervoet op je linkerknie. En je buigt even je knie naar buiten en dan zit je in een gat. Daar plaats je je hand tussen, je neemt je knie vast en je trekt die even naar je toe. Oké, je wisselt even. Knieën naar achter, voeten gaan omhoog. Ga zo ver mooi naar achter. Ondersteun je onderrug. Mooi even. Oké, heel goed. Laatste oefening. Charles pose, voeten gaan tegen elkaar, de knieën zijn uit elkaar, die armen gaan zo ver mogelijk. We gaan even mooi even tot ontspanning komen. Oké, heel goed. Dat was het. Het was een korte stretching, maar ik geloof dat het toch bijna een half uur geduurd heeft. Doe dit zeker meermaals per week. Je gaat merken dat je daar al veel soepeler van gaat worden. Het is niet leuk om te doen, maar het is zeker de moeite waard. Voor de rest wens ik jullie een hele fijne avond. Keep it safe en tot de volgende.